In deze video gaan we de basis van videometen met coach ga ik jullie laten zien. Nou, ik heb coach opgestart. Ik ga even een voorbeeld videoactiviteit voor jullie openen. Ik ga je videometen. Voorbeelden videometen. En ik ga even de beweging van een fiets nemen. Dat voorbeeld vind je ook in de handleiding. We hebben nu het videometerscherm. Wat zie ik hier? Ik zie hier linksboven staat altijd de video. Ik kan hem hier even afspelen door hier op de groene play-knop te drukken. En dan zie ik de fietsen, zie ik fietsen. Ik spoel even terug naar het begin. Hier de blauwe knop. Nou, ik kan nu aan de hand van deze video kan ik gaan kijken hoe die beweging van die fietsen er aanziet. Uitziet. Daarvoor moet ik eerst een aantal dingen doen. Nou, heel veel aantal dingen zijn hier al gedaan. Ik zal even de video groot maken, dan kunnen we wat beter zien. Dat doe ik door hier te doen. We zien nu het grote. Bijvoorbeeld, ik moet natuurlijk weten, of de computer moet weten, hoe groot is dat beeld nu wat ik zie. Nou, daarvoor moet je in je video altijd even een maat hebben. Hey, hoe groot is dat nu? Is dit 1 meter, een centimeter of is dat 100 meter? Nou, hier hebben ze een balk erin gezet van 1,72 meter. En die is hier met dat rode balkje aangegeven dat dat 1,72 meter is. Als ik het aan wil passen, doe ik rechter muistoets, schaal aanpassen. En je ziet hier staat nu die 1,72 meter. Ik kan eventueel hier, als ik klik op het uiteinde, kan ik nu zeggen, nou, nu is dit 1,72 meter. Maar ik laat het natuurlijk even netjes staan. Dus ik zit hem zo nauwkeurig mogelijk aan het einde van de zwarte balken. Nu weet de computer, dit is 1,72 meter. Wat ik nog meer kan doen, ik heb hier het gele assenstelsel. Daar kan ik mijn nulpunt kiezen. Nou, dat kan ik doen door hier deze op te pakken en dan kan ik hem naar beneden of naar boven schuiven. Het handigste is om het eerste stukje, om dat even als nulpunt te houden. Dus ik kan nu bijvoorbeeld gaan kiezen, ik zeg maar, nou, waar... De voorkant van het wiel is, dat is mijn nulpunt. Nou, ik klik op oké. Dan kan ik gaan meten. Nou, wat kan ik nog meer instellen? Ik zal even een paar dingetjes laten zien. Ik moet die computer ook vertellen van, hey, een video bestaat uit verschillende beeldjes. Hoeveel beeldjes heb ik nu per seconde? Dat doe ik hier door tijdeiking te pakken. En dan zie ik, hij staat hier al ingesteld op 25 beeldjes per seconde. Als ik nu bijvoorbeeld met de hoge snelheidscamera ga meten, waarbij ik bijvoorbeeld 200 of 300 beeldjes per seconde heb, moet ik dat hier aangeven aan die computer. Want dan wordt het, de tijd tussen de verschillende beeldjes waaruit de video bestaat, wordt korter. Hier hoef ik niks te wijzigen, dus ik klik hier op OK. Wat kan ik nog meer doen? Hier met de rechter muistoets of hier bij het vinkje rechtsbovenin krijg ik te zien, kan ik kijken wat ik wil doen. Schalenpassen heb ik gehad, tijdeiking heb ik gehad. Assenstelsel, laten we even kijken. Nou, kleuren, gelijk voor alle beeldjes, hoef ik verder niet zoveel mee te doen. Beeldjes selecteren, dat is wel een belangrijk. Of ik zou eerst even beginnen, videopunten. Wat kan ik daar doen? Hier staat in hoeveel beeldjes ik per foto, zeg maar, per beeld van de camera wil meten. Hoeveel plekken. Nou, ik ga nu alleen de fietsen meten. Dus ik kies er één. Die wordt mooi blauw straks in, wordt die neergezet. Als ik bijvoorbeeld twee fietsen wil meten, dan moet ik hier twee punten aangeven. Dat gaan we nu niet doen, dus ik druk op annuleren. Wat heb ik hier nog meer? Beeldjes selecteren. Nou. Hier zijn al wat dingen ingesteld. Ik zie hier dat de video uit 71 beeldjes bestaat. Ik moet straks zelf in elk beeld gaan aangeven waar die fietser precies is. Dus als ik alle beeldjes gebruik, gebruik ik er 71. Nou, hier staat ook al het een en ander ingesteld. Ik gebruik alleen de beeldjes 1, 5, 9, 13, etc. Nou, ik kan ook kiezen. Ik begin niet bij 1, maar ik doe 1 tot 69 en ik kies er één beeldje op elke 4. Dan kan ik ook wat kleiner maken, 1 op 3.
Of ik kan kiezen voor gelijk verdeeld. Ik kies 18 beeldjes tussen de 1 en 69. Dan verdeelt hij het zelf netjes. Ik kan ook nog zeggen, nou, het eerste stuk van de video, daar beweegt hij nog niet. Ik begin pas bij beeldje 10 of beeldje 5. Klik weer op oké. Ik zie nu hier, ik heb de beeldjes ingesteld. Ik zie hier nu beneden. Ik kan de video hier, ik kan een beeldje voor beeldje verspringen. Ja, en ik zie de fietser boven in beeld langzaam bewegen. Hier onderin zie ik dus de beeldjes. Als ik straks ga meten, meet hij alleen de beeldjes die ik in het zwart zie. Dus de grijze beeldjes, die neem ik niet mee. Nou, dat heb ik ook aangegeven, want ik wilde maar één op de vier beeldjes. Dus ik zie drie keer grijs en dan een zwart. Dus dan hoef ik minder te klikken. Nou. We gaan even terug naar het begin. Nu wil ik een meting gaan doen. Dat doe ik net als het meten met de afstandssensor bijvoorbeeld. Door hier op de groene knop te drukken. Nou, ik druk erop. Wat zie ik nu? Ik zie mijn cursor hier veranderen. Dit is een rare kruisje. Ik ga nu mijn meting beginnen. En ik heb ervoor gekozen. Nou, ik ga meten aan de voorkant van die fiets. Dus ik ga elk beeldje ga ik die computer aangeven. Hier is die fiets nu. Dus nou, laten we maar eens even gaan doen. Nou, dan zie je dus de fietsen verschuiven, want hij gaat nu die vier bootjes verspringen. Dat zie ik ook hier beneden in de balk. Ik ben nu een stukje versprongen. Ik klik steeds wat ik had bedacht op de voorkant van het wiel. Nou, je ziet al, dat is best wel moeilijk te zien. Dus het is belangrijk dat je even een punt kiest voordat je gaat meten. Wat je ook echt goed kan meten. Dus ik moet nu een beetje, nou hier zie ik hem weer goed. Zo klik ik beeldje voor beeldje. Dus je ziet, het is belangrijk om even te bedenken van, hey, hoeveel beeldjes heb ik nu nodig? Ik heb nu 1 op 4 gekozen, maar ik zou kunnen kiezen, nou, misschien wil ik er wel minder. Nou, nu verdwijnt hij het beeld, dus nu moet ik wat gokken. Nou, hij is aan het eind. Ik heb een meting gedaan. Je ziet ook het beeldje weer groen, dus hij is gestopt. Nou, ik heb de computer nu de informatie gegeven. Dat wil ik natuurlijk graag terugzien in het diagram. Ik ga een diagram invoegen, want ik wil zien waar de fietser is. Dat is natuurlijk interessant. Nou, als ik hier op diagram klik, kan ik al wat dingen kiezen. Ik ga de afstand, wil ik weten, van de fietser. Klik op oké. Nou, hier krijg ik een mooi diagram met daarin de plaat van de fietser tegen de tijd. Ik heb blijkbaar 2,5 seconden gemeten. En je ziet dat hij is van 0 zo'n beetje naar een meter of 8 gegaan. Nou, je ziet hier, ik heb hier, nou, dit punt heb ik misschien niet helemaal goed geklikt. Dat zou ik nog willen verbeteren. Hoe kan ik dat doen? Dan hoef ik niet de meting helemaal opnieuw te doen. Ik kan bijvoorbeeld doen, dan kan ik zeggen hier uitlezen. Dan ga ik naar dit punt toe en nu kan ik hier dit punt vastpakken. Dan ga ik terug dus naar de video en dan ga ik dus dit punt een beetje verslepen. En je ziet nu ook, ik kan hem ook hier zetten natuurlijk. Maar dan verschuift hij allemaal naar boven. Dus ik ga hem even kijken of ik hem wat nauwkeuriger op de plek op de voorkant van het wiel kan zetten. Nou, zie je, dan ben ik een beetje die hobbel uit de grafiek bij. Dus als ik ergens fout geklikt heb, niet helemaal opnieuw doen, maar ik kan dan de meting corrigeren. Nou, heb ik een mooie grafiek. Plaatstijd grafiek. Daar kan ik met wat jullie al geleerd hebben in de eerste les over videometer, kan ik natuurlijk een aantal dingen uit gaan halen. Zoals snelheid en versnelling. Nou, kijk dat nog eens terug in de vorige video's. En dan kan je daarmee aan de slag. Succes verder!